Gaat het ooit vervelen, alle complimenten die je de laatste tijd over je heen krijgt? Ja, wel mooi om een compliment te krijgen, zeker. Jan Eversen is een oude bekende van jou, die hebben wij gesproken deze week bij PEC Zwolle. Is dat een man die belangrijk in jouw carrière is geweest? Jawel, maar hij is trainer hier in Nederland en ik heb heel veel van hem geleerd. Ja, daarom is hij heel belangrijk voor mij geweest. Hij zegt over jou dat je denkt als een echte verdediger en dat heel veel Nederlanders dat daar toch anders in zitten. Kun je dat een beetje uitleggen, wat dat dan is, denken als een echte verdediger? Denken als echt een verdediger, ja, je moet... Je wil alles aan doen om geen goals tegen te krijgen en uitschakelen van de wedstrijd. Dan denk je als een verdediger. Hij heeft heel vaak geroepen toen jullie nog bij PEC Zwolle zaten van die Erik Bottigiet moet je hebben, die kan een heel hoog niveau gaan halen. En dat heeft hij zo vaak geroepen dat op een gegeven moment NAC kwam. We weten hoe het vervolgens is gegaan. Wat zegt dat? Wat doet dat met je als iemand een trainer zo uitgesproken ook naar buiten toe complimenten geeft? Ja, leuk toch. Dat je jouw trainer vertrouwen geeft en dat je ziet dat je potentieel heeft voor stappen te maken. En dat doet veel aan mij. Ik vond het ook goed dat hij over mij dit zegt. Jij scoort nu ook af en toe in belangrijke wedstrijden, belangrijke doelpunten maak je. Daarmee kom je nog meer in de picture natuurlijk te staan. En dan wordt er zelfs gezegd, misschien zou Feyenoord of zou Nederland hem moeten naturaliseren. Dat hij voor het Nederlands elftal actie kan komen. Hoe sta jij daar zelf in? Is dat überhaupt een optie voor jou? Ja, het is mooi dat ze positief over mij praten. Maar dit is geen ontwerper, geen issue. Dus ja, ik kan niet zoveel over dit praten, weet je. Dus niet iets waar je bijvoorbeeld al op zegt, nee, ik ben Braziliaan, ik blijf Braziliaan, onbespreekbaar. Nee, maar dit is ook ik heb veel respect aan Dylan en aan de Nederland. Ik ben heel dankbaar aan de mensen, maar het is alleen maar mooi dat mensen positief over je praten, maar ja, ik kan niets over zeggen over dit. Denk je wel eens bij jezelf of analyseer je voor jezelf waar misschien jouw plafond ligt? Is er nog een stap naar Feyenoord denkbaar voor jou? Ik weet het niet. Ja, ik ben heel focus op Feyenoord en ik wil alles doen om hier kampioen te worden en mijn best doen, belangrijk speler zijn. En daarna zie je wel, maar op dit moment denk ik niet over na, nee. En zo'n kampioenschap, daarbij zijn jullie keihard op weg natuurlijk. Zeker als je wedstrijd als Twente uitwint. Dat is zo'n speelronde waarbij de concurrentie misschien denkt, nou, Twente uit, daar zou Feyenoord wel eens kunnen morsen. En dan halen jullie hem er toch weer uit op zo'n manier. Zie je dan iets groeien nog eens in die ploeg? Als je blijft winnen, dan blijf je vertrouwen krijgen en dan voel je dat de geloven en de supporters en ons ook blijven staan. En daarom was het een belangrijke wedstrijd, maar wij moeten alleen naar onze kijken. En als wij zo blijven presteren en winnen, dan moeten we niet naar niemand kijken en blijven onze taak doen. Is dat ook een groot voordeel ten opzichte van de concurrentie? Want je hoeft daar letterlijk niet naar te kijken. Zolang jullie blijven winnen, weet je dat je uiteindelijk kampioen wordt. Dat is wel een mooi makkelijk gegeven. Ja, precies. Ik denk dat het beter is dan als het tweede of derde is. Dan ze moeten ook hopen dat wij verliezen. Wij niet. Wij moeten alleen naar onszelf kijken. En dan Groningen thuis. Ja, dat blijft voor jou een speciale wedstrijd natuurlijk. Ja, wel leuk. Leuk tegen mij. Al de teamgenoten spelen en om bekende gezichten te zien.